Er ligt dus een wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat is de reden achter dit wetsvoorstel? Wie wordt er nou arbeidsongeschikt? Ik hoor het je denken, dat overkomt mij toch niet. Nou, eerst even een paar cijfers voordat ik jullie de, uh, de wet of in ieder geval het wetsvoorstel uh, uitleg en wat die gaat betekenen voor jou als ZZP'er of als zelfstandige. Nou, uh, ongeveer uh, volgens CBS-cijfers 9% van de zelfstandigen in Nederland is op dit moment arbeidsongeschikt. en nog eens 8% heeft er in het verleden mee te maken gehad. En waar hebben we het dan over als het gaat om arbeidsongeschikt zijn? 80% daarvan heeft te maken. Met ziekte. De overige 20% wordt veroorzaakt door ongevallen. En van de ziektegevallen heeft ongeveer 60% te maken met de houding en beweging als oorzaak van de ziekte. En zo'n 15% is het gevolg van mentale klachten. Goed, en als je dan rekening houdt met zo'n, wat is het op dit moment, 1,2, 1,3 miljoen zelfstandigen, dan is het met 9% op dit moment die arbeidsongeschikt zijn, is dat toch best wel een groot aantal. Goed, terug naar het wetsvoorstel. Er ligt dus een wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschikt. Wat is de reden achter dit wetsvoorstel? Nou, om te beginnen vindt het kabinet dat zelfstandigen beschermd moeten worden tegen de risico's van ziekte. Vandaar een verplichte arbeids- En de tweede reden zijn de mogelijke kosten en risico's die het voor de hele samenleving met zich meebrengt. Want die risico's die liggen natuurlijk in het feit dat uh, als je uh, als een te groot aantal zelfstandigen niet verzekerd is en die zouden allemaal ziek worden, dan heeft dat natuurlijk grote consequenties voor de hele maatschappij als het gaat om kosten die breed gedragen moeten worden. Uh, en als als we kijken naar bijvoorbeeld een onderzoek van KNAP uit 2023... dan blijkt dat zo'n 40% van de ZZP'ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik twijfel zelfs aan die 40%. Want volgens mij zijn er nog wel meer dan 40% van de ZZP'ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ik ben ook heel benieuwd, als jij zit te kijken nu... heb jij een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of heb jij iets geregeld? Laat het weten onder in de comments. Ik ben erg benieuwd, te doen we ons eigen kleine marktonderzoekje. Wie is er verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en wie niet? Laat het weten in de comments. Nu naar de wet. De wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Wat houdt die wet nou precies in die dus mogelijk verplicht wordt gesteld? Zelfstandige ondernemers met zo'n verplichte verzekering krijgen uitgekeerd 70% van hun... laatst verdiende inkomen met een maximum van 100% van het minimumloon. Oftewel, als jij nogal veel verdient als zelfstandige en 70% van... Jouw inkomen zou hoger zijn dan 100% van het minimumloon. Dan krijg je toch maar 100% van het minimumloon. En zit je daaronder, hè, dus is 70% van jouw laatstverdiende inkomen minder dan het minimumloon, dan krijg je toch maar 70% van je laatstverdiende inkomen. De premie die je ervoor betaalt, is zoals het er nu naar uitziet in het wetsvoorstel ongeveer 6,5% van je inkomen. Maar daar zit wel een maximum aan. En dat maximum is 195 euro per maand. En dat is dan weer gebaseerd op het minimumloon. Dus je betaalt nooit meer dan 195 euro per maand. De derde regel is dat je de uitkering niet per direct ontvangt vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Je zult het eerste jaar zelf moeten zien te overbruggen. De uitkering gaat pas van start een jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geraakt. Het vierde is dat je uitbetaald krijgt tot aan je AOW, dus tot aan je pensioenleeftijd, 67 jaar voor de meesten. Dus tot die tijd krijg je elke maand je arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetaald, mocht je 100% arbeidsongeschikt raken. En het loopt allemaal overigens via het UWV. Het is dus echt een basisverzekering die voor iedereen op dezelfde manier wordt uitgerold. En als laatste staat het je uiteraard vrij om zelf je arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, te regelen. Via een verzekeraar of via een broodfonds of via een andere partij, dat maakt niet uit. Als deze verzekering maar minimaal voldoet aan de voorwaarden waar die basisverzekering via het UWV, die verplichte verzekering aan, voldoet. Hoe ze dat precies gaan berekenen is dan weer de vraag, maar dat geldt voor meerdere dingen in dit wetsvoorstel. Daarom is het ook een wetsvoorstel en nog geen wet. Nou, dit zijn de basisingrediënten van het wetsvoorstel uh, van een verplichte verzekering voor zelfstandigen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ben je ervoor? Ben je er tegen? Wat vind je ervan? Uh, heb je het al geregeld? Ga je het zelf regelen? Laat het weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie als zelfstandigen uh, over dit onderwerp denken. De verzekering gaat gelden voor alle zelfstandige ondernemers... Uh, die hun winst uit de onderneming moeten opgeven via hun aangifte IB. Dus uh, dat is concreto uh, alle ZZP'ers eenmanszaak maatschappen, eh, VOF's en CV's. Het geldt dus niet voor DGA's bijvoorbeeld in een BV-structuur. En voor de duidelijkheid, het is een wetsvoorstel. Het is dus nog geen wet. Um, en het gaat ook over meerdere kabinetten mogelijk, want het komt uit het laatste kabinet Rutte, dit wetsvoorstel. Uh, er komt een nieuw kabinet aan. Nou, uh, wie weet, duurt die ook weer niet zo lang? Je weet het maar nooit. Dus nogmaals, en het plan is volgens mij dat het in ieder geval, als het door zou gaan, vanaf 2027 pas zou plaatsvinden. Dus je hebt nog even om over dit onderwerp na te denken. En om eventueel zelf maatregelen te nemen. Maar ik denk dat het sowieso goed is om als zelfstandige uh, na te denken. Want ja, stel dat je in een keer bij die 9% hoort. die arbeidsongeschikt raakt door ziekte of door een ongeval. Ja, dan, uh, dan heb je in een keer niks meer. Uh, en dan moet je wel je eigen boontjes doppen. Dus het is sowieso goed, denk ik, om over dit onderwerp eens goed na te denken. En mocht je dat willen doen, ik heb in de uh, beschrijving van deze video een link naar een uh, andere video die ik gemaakt heb. Waarin ik uh, een aantal opties uh, doorloop. Zeg maar wat de mogelijkheden zijn als je het zelf wil regelen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of je het wil doen via de grote verzekeraars, of via een broodfonds. Of via een aantal nieuwe spelers die er zijn. Ik heb daar een hele video over gemaakt. Bij je daarin geïnteresseerd, dan uh, check uh, de beschrijving onder deze video. Dan kun je die bekijken. Voor nu, uh, dankjewel voor het kijken en luisteren. Abonneer je op CVD-TV, het kanaal voor ondernemend Nederland. Uh, en vol met interviews met ondernemers en dit soort helpvideo's om jou als ZZP'er te helpen. Uh, like deze video, abonneer je op ons kanaal. En voor nu dank je wel voor het kijken. Hoi!